Een hele goede morgen allemaal. Nee. Het is, hoe laat is het je zet? Slaaptijd. Het is slaaptijd. Het is 7:30 ochtends bijna. We gaan vandaag vertrekken naar Le Paris. Het is 7:35. Het is best netjes, jongens. Het is best netjes. We wilden 7:30 vertrekken, ja, dus het stopt. Hé, jongens. Kunnen we het vinden? Niet echt. Donker. Oh, nu al drama. We hebben nog een kwartiertje om de bus te vinden. Want we moeten een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Dat komt helemaal goed. We moeten eerst kijken waar we de auto neer kunnen zetten. Dus. Stress. Stress. Hoe is het chaos? Hoe is het allemaal gegaan? We made it. We zijn uiteindelijk happy, want we hebben het gered. Oh, wat zijn die ladies and gentlemen? Ik weet niet wat die allemaal zijn. Het leek helemaal nergens op. Is het? Oh, dat was mijn telefoon. We zijn helemaal ready. Gelijk wel een paar Franse woorden erin. Ladies and gentlemen, good day. May I introduce myself? My name is Jack. I'm your driver to Paris. First, I ask you to fasten your seatbelts and then you have some garbage. Please put it in the white bags between the chairs. Goedemorgen. Lekker geslapen. Mm-hmm. Hoe zit mijn haar? Oh. Nog best redelijk op zich. Had erger gekund. Oh. We hebben een tussenstopje, het is 11:50. En we gaan even bij het tankstation even eten. Weet je waar we zitten of niet? Ja, ik weet het ook niet, dus dat scheelt. Het is inmiddels 3:30. We zijn 6 uur. Nee, we zijn 7 uur onderweg. We hebben ons eindbestemming gehaald. Ik kom bijna bij nummer 13. 13 brengt ongeluk. Ik wil bij nummer 11. 11, 11, 11. Ja, het wordt. Het wordt 13. Van de mensheid. Waarom? De bus is stil, maar we hebben geen taxi, we weten niet goed waar we heen moeten, dus dat is grappig. Dat geeft niks, joh. Gaan we toch net als die gasten. We'll survive, hopelijk. Voor ergens liggen, via viaduct. De bus rijdt nog maar, we staan allemaal al. We zijn allemaal zo ongeduldig. Slaat niet. Nee, de bus rijdt nog. Iedereen staat al. Ik krijg gewoon mijn bek nog. Oké. Adventure 1 is gelukt. We zijn in Parijs. Ja, dus nu moeten we een taxi zoeken. We hebben in ieder geval onze spullen. Ja, doe dat maar. Ik heb hem ook aangetrokken. Oké, de status. Mensen hebben ons geholpen. We gaan namelijk een taxi bellen. We hebben het nummer gekregen van zo'n meisje die ons ging helpen. En we zijn erachter gekomen dat Frankrijk geen rolstoelvriendelijke plekken kent. Nee. We moeten met een trap. Heel veel blubber. Ja, dus we moeten er een beetje omheen. Oh, hier ook weer. Jak. Dus ze heeft ons gezegd. Oh, dit moet ik even. Lift en soffer. Ze heeft gezegd, we moeten naar de bibliotheek. Of museum of zo. Wat zijn ze? Ja, library. En dan moeten we daar zeggen dat ze als. We're gonna stand there and then we call. Because we don't know how long we have to walk. Before the taxi leaves us. Oké, wat is de status? We're suffering. En wat is de emotionele staat? Having fun. We zijn er bijna. Even de omgeving, even een toertje doen. Nog 16 kilometer. Nee, we weten echt waar we heen moeten. We gaan nu daarheen. Want daar kan de Uber ons op komen ophalen. Tenminste, dat hopen we. We proberen een taxi te regelen. En ze zijn aan het bellen daar. Maar niemand kan Frans. Ja. Ah. Merci, Sam. Ben je aan het Ja, merci, Sam.
Volgens mij hebben we een taxi gevonden. Tenminste, er zwaaide iemand naar ons. Hey, er zitten mensen in. Iemand in. Oh, daar zit de andere. Dus helaas. Misschien moeten we wel daar wachten. Ja. Het was te mooi om waar te zijn. Nee, helaas. We zijn aan het wachten op de taxi. Ik kom er 4 minuten als het goed is. Oh. Als we het goed hebben begrepen. Het kan ook nog zijn dat we denken dat we ze denken te verstaan. En dan zegt ze ja, er zijn geen taxis meer vandaag. En dan wachten wij hier zo lang. Maar dit is een beetje de omgeving. Ik weet niet, als iemand ooit in Parijs is geweest, herken je dit? Ik denk het niet, want we zijn in the middle of nowhere. Zo, what is up? We hadden kaartjes gekocht voor de metro. En toen werkte mijn kaart niet. Dus niet zomaar die manier erop zetten. Nee, dat doe ik niet. En toen dachten we gaan kaartje kopen. Maar toen deden wij het niet. En hun waren aan de andere kant. En ik bleef nog hangen, dus ik wist niet waar ik heen moest. Toen ben ik achter een andere vrouw gegaan. En toen zijn we doorgekomen. Dus hier hebben we een metrokaartje. En we hebben instructies gekregen van waar we heen. With us in Holland, de metro is alles open. Adventure time. Wow. Zoveel trappen. Dit is echt. We hebben 2 metro's gehad al. We zijn nu met de laatste als het goed is. Als we het tenminste kunnen vinden. 9. Dat is deze kant op. Hier zo. Hoe vind je het? Hoe is de spanning? Ik vind het super leuk. Het is super leuk, maar het is wel echt. Het is hartstikke leuk. Het is echt stress als je moet zoeken. We love it. Oké. Okay, en de trap op. Ik ga sterven. Even afkloppen, je zet. Nee, ik doe. Oei, oei. En ik hoor hem al. Gaan we missen. 9. Ja, of deze kant op. Welke moeten we hebben? Oké. Okay. We made it. Bijna. Ik moet niet te vroeg juichen, want we moeten nog bij het hotel komen. Guys. We made it uit de metro. Het is echt. Hoe leuk ziet het eruit? Even scherp stellen. Kijk nou, al die lampjes. Het is amazing. Oké. We hebben de route opgezocht naar ons hotel. Dit is de weg. We moeten 3 minuutjes lopen. Dus let's go. We kunnen vertrekken. We moeten rechtdoor. Ja, we gaan eerst onze spullen droppen. We komen straks wel terug. Zijn we niet met jou van? Jongens, deze lift is zo klein. Oh mijn god. Kijk hoe klein deze lift is. Dit is echt zo. Oh, dat moment van de waarheid. Sowieso is het ook echt zo klein, maar wel schattig, denk ik. Moment van de waarheid. Anders zit een bezemkast, doe ik het ervoor. Even een lamp. Zo. Hebben we nou een balkon? Zie ik dat? Nee, grapje. Hebben we snoepjes? Ja. Oh, we hebben ook een spiegel. Even kijken wat we allemaal hebben. Dit is het bed. TV. Oh mijn god. Oh. Die wc van net is ook echt het kleinste wc dat ik ooit heb gezien. Het kleinste? Wc dat ik ooit heb gezien. Een grote spiegel. Wow, deze. Zo, je ziet al je. Oeh, dat is nu oké. Oei. Witte van die. Het is mini. Maar heel netjes vind ik hem. Ja. Vind je ook niet? Wacht, ik krijg even mijn sjaal. Even uitzweet hoor. Zo warm. Oké, zullen we even een storytime doen? Hoe gestrest was dit? Kan ik dit ergens opzetten? Aan de ene kant wel, op enig moment. Het had wel wat. Maar ik vond het ook opwindend. We hebben een binnentuin. Kijk nou.
Oh, dat is lekker wel even. Zou ik hier op mogen? Nee. Hoezo niet? We kunnen foto's maken hier morgenochtend als de zon opkomt. Hoe leuk. Hoe schattig. Het was schattig. Ik vind het schattig. Kijk nou. Oh. Eerst het ging in de wc in één keer. Hoor ik haar zo aan die deur trekken. Het slot zit vast. Probeer het nog een keer. Wacht, probeer het nog eens. Ja? Oké, okay, wacht. Nog een keer, wacht. Drie. Wacht. Nee, wacht even. Drie, twee, één. Ja. Ja! We mogen hem niet op slot zetten. Nee, ik heb met een 5 cent muntje geholpen. Oh my god. Oké, okay, we changed. We hebben ons even omgekleed. Ik heb mijn broek aan voor Shein. Mijn hemdje van H&M, geloof ik. En de jasje is ook van H&M. En mijn horloge is ook van H&M. Oh, en ik neem deze bag mee. Mijn backpackie. Dat is schattig. Dus we are ready to go. We gaan eten zoeken. Kijk, zo klein deze lift is. Dat is toch niet te doen. Entree. Oh my god. Entree. Heb je op knopje gedrukt? Ja, min 1. Min 1? Ja. Hoezo min 1? Gewoon 0 toch? Receptie. Hier kan je in de ochtend tussen 7 en 10 lekker ontbijten. Zo schattig. Je hebt cereal. Dit is mijn outfit. Ik heb even een sjaal bij gedaan. Anders werd het een beetje koud misschien. Dit rugzakje. Erg schattig. Kijk zo leuk het is. Heel cute. Even. Je zelf al erop gezet. Oh lol, ik was niet aan het filmen. Ik was niet aan het filmen. Dit is ons hotel. Fijn. Heel leuk. Heel schattig. Het is onderhand. Hoe laat is het? Het is 9:30 en we liggen al gedoucht en al in onze hotelkamer. We hebben lekker gegeten. En hoe heet het? Le Brabant of zo? Le Brabant. Of zo. In ieder geval was het echt super lekker. Ik had echt een mega burger. Ik weet nou niet of ik hem heb gefilmd, maar ik zal even een foto van laten zien. Het was echt groter dan mijn hoofd, die burger. Wacht, kijk. Kijk zo groot die burger is. Dat is toch niet normaal. Dat is echt gekke werk. Maar wel lekker. Het was echt super lekker. Er zat bacon op. En hamburger en cheese. Dat was echt super lekker. En als toetje cheesecake. Oké, dit is echt een heel saai verhaal. Oké, morgen staat de wekker rond 9 uur of zo, hadden we gezegd. Want het ontbijt is van 7 tot 9. Ik bedoel, van 7 tot 10. Echt tot 10 uur, laat ons lekker langer uitslapen. Maar goed, 9 uur staat lekker. Gelijk slapen. Ik hoop dat jullie de eerste vlog van Parijs leuk vonden. Mocht dat zo zijn, dan zeker even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Want er komen nog, de komende 2 dagen komen er nog 2 andere vlogs aan. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.